Dan zijn we bij het laatste agendapunt vanavond. Agendapunt 24, de motie vreemd aan de orde van de dag in zaken het Facebookbericht van wethouder Hendricks. Ook hier geldt dat het één termijn is. De indiener zal als eerste het woord krijgen. Daarna, gelet op de motie, de wethouder Hendricks. Afgesproken is in het presidium dat die deze eerste mogelijkheid krijgen om te spreken zonder interruptie van anderen. Na de indiener en wethouder Hendricks krijgen andere raadsleden, fracties die dat willen, de gelegenheid om hun bijdrage aan het debat te geven. Indien noodzakelijk zal ik namens het college en of als raadsvoorzitter daarna iets zeggen. En als laatste krijgt dan weer wethouder Hendricks en als allerlaatste de heer Smolders als indiener de gelegenheid om het debat af te ronden. Ik geef het woord aan de heer Smolders. Ja, dank je wel, voorzitter. Woensdag 20 maart, kort na het openen van de stemlokalen, slingert wethouder Hendricks een verwerpelijk berichtje de wereld in, via social media. Inhoudelijk mag je het best hardgrondig met elkaar oneens zijn, maar dit berichtje gaat niet over de inhoud, is volstrekt wethouder onwaardig en onacceptabel. En kom alsjeblieft niet aan met vrijheid van meningsuiting. U beschuldigt en beledigt hiermee een gigantisch groot aantal Nederlandse, Brabantse en met name veel Tilburgse kiezers. En dan heb ik het niet eens over de 55% die niet meer gaan stemmen. Wat zullen die hiervan denken? Ik zal het walgelijke berichtje even voorlezen. Ik hoop dat mensen in Tilburg zich realiseren dat een stem op Hans Smolders, lijstduwer van Forum voor Democratie, een stem tegen onze inclusieve stad is. Het is een stem voor racisme, afbraak van de rechtsstaat, haat en verdeeldheid. Dat heeft Baudet de afgelopen weken weer duidelijk laten zien. Citaat van wethouder, met de nadruk op wethouder Hendricks. Sta er alsjeblieft ook even bij stil dat ik in 2002 ook zo'n haatcampagne van dichtbij heb meegemaakt. En vervolgens het resultaat daarvan voor mijn ogen heb zien gebeuren. Toen ook door een leugenachtige, valse haatcampagne. Sta alsjeblieft ook stil bij wat er gisteren in Amsterdam gebeurt. Daar roepen ze 17 jaar na de moord op Fortuyn. Als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf. Eerder die week vond een hoogleraar het nodig om zich openlijk in de media af te vragen: Volkert, waar ben je? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Heel veel parallellen met wat er 17 jaar geleden is gebeurd. En kom dan alsjeblieft niet aanzetten met de vrijheid van meningsuiting, want dit is heel iets anders. Ook de uitspraken van de wethouder zijn totaal iets anders dan de vrijheid van meningsuiting. Eigenlijk zou je nou een minuut stilte moeten doen, net zoals we voor de vergadering hebben, hè, een minuut van bezinning, en laat het allemaal maar eens even op je indringen. Ga daar maar eens even bij stilstaan, wat hier is gebeurd. Ik zal het niet doen, want er gaat van mijn spreektijd af. Dus als je er even goed bij stilstaat, dan zegt wethouder Hendricks, verantwoordelijk voor inwonerparticipatie, eigenlijk in haar berichtje dat een gigantisch groot aantal stemmers hebben gekozen voor racisme, voor haat, voor afbraak van de rechtsstaat, voor verdeeldheid in Nederland, in Brabant
en in onze mooie gemeente Tilburg. Gelukkig weten heel veel Nederlanders, Brabanders en vooral Tilburgers dat dit walgelijke berichtje smaad en laster is. Maar een deel die mij niet kent, daar schuilt nou juist het gevaar. In de woorden van de wethouder. Nu fiets ik gelukkig nog heerlijk vrij rond in alle wijken. En gelukkig word ik daar alleen maar positief benaderd. In Brabant en geheel Nederland. Ik hoop dat de wethouder wijkaanpak zich beseft dat ik dag in, dag uit te vinden ben in de haarvaten van onze wijken. En het niet goed zou zijn als ik mijn werk belemmerd zou zien door deze walgelijke en onjuiste berichtjes. Voorzitter, ik heb de afgelopen 17 jaar diverse malen laten zien dat ik niet haatdragend ben of rancuneus. En telkens weer in het belang denk van onze mooie stad. Dus enkel in het belang van onze stad vraag ik daarom dan ook aan wethouder Hendricks. Ga samen met mij en onze kiezers voor de verbinding, zoals ik al altijd aan het doen ben hier in de wijken. Ga samen met mij en onze kiezers voor de inclusieve stad. Ik word op handen gedragen door allerlei kleuren in onze stad en allerlei afkomsten. Vergis je niet. Die mensen spreken me aan op straat en daar ben ik trots op. Ga samen met mij en onze kiezers voor een stad zonder racisme. En dan wil ik benadrukken dat onze stad weinig racisme kent, gelukkig. En ben maar blij dat we daar trots op kunnen zijn. Ga samen met mij en onze kiezers haat en verdeeldheid bestrijden. Maar kom dan alsjeblieft niet meer aan met dit soort onzin. Het raakt mij niet alleen diep, maar die gigantisch veel mensen die gewoon via de democratische weg hun stem hebben uitgebracht. Ga samen met mij en onze kiezers de rechtsstaat beschermen. Voorzitter, dan ga ik afsluiten. Het is echter wel cruciaal en van groot belang dat wethouder Hendricks zo dadelijk in haar spreektijd het allemaal niet erger gaat maken. Geen mist gaat strooien of gaat proberen een banaan recht te praten. En kom alsjeblieft zeker niet aan met de vrijheid van meningsuiting, want dat heeft hier niets mee te maken. Dit is mensen beschadigen om electoraal gewin. Dat is wat het is. En dat is al een paar keer over mijn rug gebeurd en toch ben ik elke keer maar weer gewoon in het belang van de stad opgestaan en heb ik hier mijn werk gedaan zoals wij dat hier vanavond ook hebben gedaan. En daar ben ik trots op en ik wil jullie vanavond ook bedanken dat we gewoon normaal met elkaar omgaan. Maar het is ook zeer belangrijk dat de wethouder heel oprecht en met klem afstand neemt van de inhoud van haar berichtje. En vervolgens oprecht haar excuses aanbiedt, want mijn boosheid is ondertussen omgezet in teleurstelling en ik wil hier overheen kijken. En dan moeten we hier niet met modder gaan gooien, maar dan moeten we de verbinding zoeken die wij al zo lang in die stad aan het doen zijn. En ik hoop dat de wethouder haar verstand gebruikt, want anders hebben we wel een groot probleem. Dankjewel, voorzitter. Het woord is aan wethouder Hendricks. Dank u wel, voorzitter. Het is alweer lang geleden dat ik besloot lid te worden van een politieke partij. Niet om wethouder te worden, maar om mijn maatschappelijk engagement een plek te geven. Meewerken aan het verbeteren van onze democratie, het verdedigen van onze rechtsstaat en bijdragen aan het vormen van een samenleving waarin iedereen, ongeacht afkomst, religie of geaardheid, mee mag
en mee kan doen. En voortdurend denk ik na hoe en op welke manier ik vanuit die betrokkenheid op die samenleving, hoe ik kan bijdragen aan het realiseren van die idealen. En soms is het moment dan belangrijk. En de dag van de verkiezingen was zo'n moment voor mij. Juist toen vond ik het belangrijk om te uiten wat ik voel en denk. Vanuit oprechte bezorgdheid en betrokkenheid. Bezorgdheid over en betrokkenheid op een aantal van die fundamentele principes. De rechtsstaat, onze democratie en de inclusieve samenleving. Ze staan onder druk. In mijn optiek streeft Forum voor Democratie naar een ander type samenleving. Sluiten ze bepaalde groepen uit en baseren ze zich op andere waarden. En ze spreken dat mijns inziens ook regelmatig uit, met de partijleider, meneer Baudet, voorop. Dat mag gelukkig hier in Nederland. Dat hoort bij de vrijheid van meningsuiting. En daar hoort ook bij dat ik daar wat van mag vinden. En ik vind daar wat van. Ik ben daar heel ongerust over. Dus wat heb ik nou willen zeggen? Realiseer je dat een stem op de lijstduwer van Forum voor Democratie dus een stem is voor die partij. Het is niet een stem op het raadslid, de heer Smolders. Het is niet een stem op de LST. Het is een stem op de partij van de heer Baudet. En ik vond dit in de afgelopen weken veel te weinig naar voren komen. En dat heb ik met mensen willen delen. Ik zie echter ook dat sommige mensen mijn uitspraak anders hebben opgevat. En dat raakte hen en dat raakte mij ook. Ten eerste, ik heb niet gezegd dat de stemmers op de heer Smolders racisten zijn. Dat staat er niet, maar nog belangrijker, dat vind ik ook niet. Ik ken hun motieven niet. En daarnaast hebben sommige mensen mijn uitspraak ervaren alsof ik afstand van hen nam. Dat staat er niet, maar dat wil ik ook niet. Integendeel. Ik ben een wethouder voor alle Tilburgers. Ongeacht politieke voorkeur, afkomst, leeftijd, inkomen, etc. Dat is waar ik elke dag met heel veel plezier en met enorm veel energie keihard aan werk. En het heeft mij geraakt dat sommige mensen denken dat ik afstand van hen neem. Dat was echt niet mijn bedoeling. En ja, er moeten bruggen gebouwd worden. Maar tussen het bruggenbouwen door zijn er momenten dat je je punt moet maken. Om even afstand te nemen. Bijvoorbeeld op een verkiezingsdag. Niet om te polariseren, maar om helder te krijgen wie waar staat. Want als je die posities niet kent, dan weet je ook niet of die brug gemaakt kan worden. En zo ja, hoe lang die brug dan moet zijn. Dat hoort bij de politiek. En dat is wat ik heb willen doen. Niet minder, maar zeker ook niet meer. En ik zou heel graag de uitnodiging van de heer Smolders aan willen nemen om samen met hen al die principes van onze rechtsstaat, om daar samen aan te werken. Dank u wel. Wie van de leden van de raad wil een bijdrage geven aan dit debat? Mevrouw Oelemans, gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik voel wel de behoefte om er toch iets over te zeggen. Want als er één ding is wat we de uitslag van de afgelopen dagen hebben geleerd, is dat er heel veel mensen zijn in ons land en in onze stad die zich niet gehoord en niet gezien gevoeld worden door de huidige politieke partijen. Wat in ieder geval niet helpt, is het over mensen praten in plaats van met mensen praten. Dat draagt alleen maar bij aan de verdeeldheid in onze stad. En het spijt me dat ik dit moet zeggen, maar ik krijg het gevoel alsof we op het speelplein staan. En we moeten zeggen, geef elkaar eens een handje, dan kunnen we weer fijn verder samenspelen. Dit straalt echt geen professionaliteit uit. Dit moeten we allemaal niet willen. Maar het gaat natuurlijk wel echt over serieuze zaken. En iedereen heeft het recht zich uit te spreken over onze democratie. Alleen heb je als wethouder ook een voorbeeldfunctie.
en vinden wij het altijd sterker als je uitgaat van je eigen kracht. De verhoudingen in de raad worden er niet beter op door dit bericht en het was ook niet handig. Maar wat voor ons voorop staat, is dat als bestuur, in welke rol dan ook, we moeten zorgen dat we die dialoog open houden, ook voor andersdenkenden. Dat heeft onze stad nodig en alleen dan ben je inclusief. Als we doorgaan om op deze toon het politieke debat te voeren, dan roept dat niet op tot verbinding. We luisteren niet meer naar elkaar, we bewegen niet meer naar elkaar toe en komen juist steeds verder van elkaar af te staan. En u, mevrouw Hendricks. U heeft een aantal dagen gewacht om te reageren en dat vind ik sterk. Want ik ga ervan uit dat u die dagen heeft gebruikt om te reflecteren. En daarover zouden we een aantal vragen willen stellen. Want wat heeft u nu bewogen om deze tweet de deur uit te doen? Wat was uw doel? En hoe denkt u dat u de dialoog die u graag wil, dat zegt u net in uw betoog, bevordert met dit bericht? Maar ook aan de heer Smolders hebben wij een aantal vragen. Want u stelt in uw, ook in uw eerste termijn toen net, dat u zichzelf een verbinder vindt. Maar wat heeft u dan gedaan nadat u het bericht heeft gelezen? Heeft u nog contact gezocht met de wethouder? En zo ja, wat heeft dat dan opgeleverd? En zo niet, waarom dan niet? Meneer Jansen, gaat u gang. Dankjewel, voorzitter. Ja, voorzitter, ik ben toch een klein beetje verbaasd en misschien ook een klein beetje teleurgesteld in het antwoord van de wethouder. Volgens mij heeft de heer Smolders heeft de deur volledig opengezet om, om juist die verbinding te zoeken. En dan verwacht ik eigenlijk van een wethouder dat hij iets meer intentie daartoe laat zien dan ze nu heeft gedaan. Want het is wel zo dat wethouder Hendricks in haar tweet in één zucht collega Smolders en het woord racisme noemt. Want het staat letterlijk: een stem voor Smolders is een stem voor racisme. Dan is mijn vraag aan mevrouw Hendricks. Kunt u een concreet voorbeeld noemen waar u meneer Smolders betrapt heeft op een racistische uitspraak hier in deze zaal? Want ik zit al inmiddels 3 jaar in deze raad met meneer Smolders. En ik heb hem geenszins in die periode kunnen betrappen op een uitspraak die ook maar daarop zou duiden. Daarnaast snap ik ook dat mevrouw Hendricks persoonlijke meningen mag tweeten. Maar dat moralistisch gedweep met termen als onze inclusieve stad en haat en verdeeldheid zaaien. Dan mag ik mevrouw Hendricks er ook aan herinneren dat er hier in verkiezingstijd maar één partij was die een andere democratische partij uitgesloten heeft. En die tegen 16.000 Tilburgers heeft gezegd, uw mening telt niet. Wat is dan volgens mevrouw Hendricks inclusiviteit of is het dan een klein beetje hypocrisie? Dankjewel. Wie wil een bijdrage geven aan het debat? Meneer Selik, gaat uw gang. Angst verzwakt, angst verlamd. Angst sloopt de bruggen tot elkaar. Angst draagt bij aan polarisering. Angst is nooit een goede raadgever in de politiek. Of dat nu is ingegeven vanuit angst voor massa-immigratie of homeopathische verdunning, of ingegeven vanuit angst voor de peilingen en om je kiezers te verliezen. Als angst overwint, verliezen we elkaar. Als PvdA feliciteren we Forum voor Democratie en de wijze uil uit Tilburg, Hans Smolders, met de verkiezingsuitslag. Uit het niets de grootste. Een knappe prestatie. De landelijke voorman van Forum voor Democratie weet met politieke belletje trekken telkens de aandacht op zich te vestigen. De inhoud van zijn politieke boodschap staat ver van ons. Daar maken we ons zorgen over. Met name over zijn intenties over de boreale wereld, de bejegening van journalisten, cultuurmakers en academici. Aan de andere kant hebben we wethouder Hendricks, die zegt zich in te zetten voor een inclusieve stad, maar door de verkiezingskoorts bevangen lijkt te zijn. Is het koorts of zijn het landelijke instructies? De tweet en het Facebookbericht lijken in ieder geval niet op een opwelling gebaseerd. Wel doordacht en bedoeld om de uitslag op het laatste moment te beïnvloeden.
net zoals de advertenties in het Brabants Dagblad. Jette afgezet tegenover Baudet. Een tweestrijd, net zoals een jaar geleden. Een slechte campagnestrategie. Iemand omlaag praten voor het eigen politieke gewin. Ogenschijnlijk een koekje van eigen deeg, maar funest voor de positie van de wethouder wijkzaken. De wethouder zet met één tweet 1/6 van de kiezers weg als racist. Dat bedoelt ze vast niet zo te zeggen, maar wat dan wel? De wethouder heeft net een toelichting gegeven op haar berichten. Maar wij vragen ons nog steeds af waarom dat bericht op dat moment? Waarom niet eerder? Uw woorden wegen zwaar door in de beeldvorming. Vanuit uw functie heeft u een verantwoordelijkheid richting alle inwoners van deze stad. Ons advies, wethouder, bouw bruggen, geen muren. Ga in dialoog in plaats van twisten op Twitter. Vertrouw op het eigen verhaal en de eigen kracht. Zet u niet ten koste van anderen af. Wees geen polarisatiedrammer. Angst is een slechte raadgever. Het woord is aan mevrouw Smit. Dank u wel, voorzitter. Het is bijzonder dat wij hier vandaag staan over dit onderwerp. Een politica heeft in de campagnetijd voor de provinciale statenverkiezingen een tweet en Facebookbericht geplaatst. Een tweet die betrekking had op Forum voor Democratie. En ik kijk de zaal hier in en ik zie inderdaad daar aanhangers, maar hier niet. En naar mijn weten is dus ook de Forum van Democratie niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Van onze inderdaad zo'n mooie stad. En toch staan wij hier vandaag. Omdat de heer Smolders van de LST het hier heel graag over wil hebben. En D66 Tilburg waardeert ook enorm uw hand om samen met mevrouw Hendricks op de fiets te stappen en door de wijken te gaan. De fractie heeft hier ook over nagedacht. En misschien is het goed dat ik dat eerst even vertel. Want we hebben heel grondig met elkaar nagedacht. De heer Smolders wil u een vraag stellen of een korte interruptie. Ja, het is natuurlijk een totaal verkeerde voorstelling van zaken. De zaken omdraaien. Alsof het aan mij ligt dat we hier vandaag een debat hebben. Je kunt toch dit soort haattweets kun je toch niet over je kant laten gaan. Ik ben hier inderdaad de laatste jaren degene die hier elke keer mijn water bij de wijn doet. Als het gaat om uitsluiten, et cetera. Dan komt u aan dat het aan mij ligt. En wat is uw vraag aan mevrouw Smit? Wat is de rol van uw wethouder en wat vindt u van haar inhoud van haar tweet? Nou, dat ga ik inderdaad net zeggen. Dus dat is heel fijn dat u mij dan daar eventjes de tijd voor geeft. Want we hebben met de fractie daar echt diep en lang over nagedacht. En we zijn eigenlijk bij een paar punten uitgekomen. En die wil ik heel graag eventjes met u doorlopen. We hebben ten eerste nagedacht, oké, mag dit? Mag een politica, en tevens wethouder, mag die zich op deze manier uitspreken? En het antwoord erop is ja. En u heeft het al eerder gezegd, we hebben uiteraard de vrijheid van meningsuiting. En dat is een groot goed in Nederland. En het is met name iets waar D66, maar ook de LST voor staan. Vaak zijn we het niet eens over wat we bijvoorbeeld zeggen, maar we zullen nooit zeggen dat het niet gezegd mag worden. We strijden allebei voor dat recht om het te mogen uiten. En dat geldt ook voor het recht als politica en tevens ook als wethouder. Het tweede waar we bij stil hebben gestaan is het bijzonder. Is het bijzonder dat ze deze tweet heeft geplaatst. Een politica die in verkiezingstijd haar politieke idealen kenbaar maakt, is dat zo. Het mogen duidelijk zijn dat er grote verschillen bestaan tussen de Forum van Democratie en D66. En juist tijdens de campagne is het logisch om deze verschillen bloot te leggen. Dus is dat bijzonder? Nee, dat wordt vaker gedaan. Daarna hebben we gekeken met de fractie of dat de reactie van de heer Smolders ook bijzonder is. En voorzitter, de heer Smolders is ook een politicus en hij reageert op deze manier ook politiek en uit
naar een andere politicus. Dus dat is ook niet bijzonder. Wat wel bijzonder is, is dat de heer Smolders dit debat heeft aangevraagd als fractievoorzitter van de LST, een partij die deze verkiezingen niet heeft meegedaan. Meneer Smolders, gaat u gang. Ja, voorzitter, het is weer de wereld op zijn kop. Eerst zegt u net, de FVD zit hier niet in de gemeenteraad en daarom is het raar dat we hierover spreken. Maar de wethouder die hier betaald wordt om de stad te besturen, die heeft namelijk die verbinding gemaakt. Ik niet. Ik zit daar niet op te wachten op die onzin. Net zo goed als u een tweestrijd hebt gedaan een jaar geleden om zich af te zetten tegen mij. Ik wil zo geen stemmen winnen. Uw partij wel. Vroeger heeft u het met Wilders gedaan en nu doet u het weer met Baudet. En het is zo'n goedkope manier van politiek bedrijven. Het is bij de konijnen af. En wat is uw vraag aan mevrouw Smit? Dat zij telkens zaken omdraait. Dat wil ik hier wel benoemd hebben. Maar dat is een stelling. Dat is een stelling, ja. Interruptie eindigt met de vraag. En haar twee... Ja, nou, maar ik wil reageren op wat zij zegt. Mag de wethouder zich hierover uitlaten? Over het uitsluiten? Nee, natuurlijk op deze wijze niet. Natuurlijk mag zij inhoudelijk van alles zeggen. Maar niet op deze manier. Dit is toch, als we toch zo met elkaar omgaan, mensen. En daarom zet je die samenleving op scherp daarbuiten. Daardoor ben je haat aan het zaaien. Daardoor... Maar dat zijn, met alle respect, de stellingen en de bijdrage die u al gegeven heeft. Ik geef het woord terug voorzitter, aan mevrouw Smit. Voorzitter. Als u interrumpeert, dan is dat kort en krachtig. Dat kunt u en eindigt u met een vraag. Voorzitter, maar ik wil op het tweede punt wat ze net zegt. Nee, maar u krijgt nog de gelegenheid helemaal ook op het einde van het debat te reageren op wat er gezegd is. U mag interrumperen als u verduidelijking wil hebben of omdat u een concrete vraag heeft. Maar het is niet de mogelijkheid om elke keer de hoofdstellingen van uw eigen bijdrage te herhalen. Mevrouw Smit heeft het woord. Ja, dank u wel. En het is wel degelijk aan de orde, omdat natuurlijk ook meneer Smolders straks statenlid wordt van Forum van Democratie. En daarom hebben wij het ook nu aangekaart. En we wilden dan dus ook nadenken over de inhoud van de tweet. Dus we hebben niet alleen nagedacht of dat het mag als fractie, of dat het een politicus is in een verkiezingsstrijd, maar of dat we ook inderdaad gekeken hebben naar de inhoud. En als D66 Tilburg kunnen wij niet anders dan vaststellen dat de leider van het Forum van Democratie uitspraken heeft gedaan waar wij grote moeite mee hebben. Wat ook de PvdA al aangaf. Uitspraken als de Nederlandse bevolking wordt homeopathisch verdund, spreken over ons boreale wereld, wat ook al aangegeven wordt, en openlijk zegt Baudet dat hij wil dat Nederland en Europa bij meerderheid blank blijft. Interruptie, meneer Smolders. Gaat u gang. Voorzitter, het is allemaal zo dubbel. Eerst zeg je van, we zitten hier in Tilburg, hè, en nu ga je allemaal over zaken praten over iemand die zich hier niet kan verdedigen. En daar gaat het hier vandaag ook niet over. Wij zitten hier in de gemeenteraad van Tilburg, zegt u zelf. Hè? En dan gaat u allerlei zaken erbij halen, terwijl iemand zich daar niet in kan verdedigen. Want dit zijn ook weer allemaal maar aannames die totaal niet waar zijn. Dus al die mensen die op Baudet hebben gestemd, zijn allemaal dom, volgens u. Die zijn allemaal dom. En dit is heel kwalijk wat u nu aan het doen bent. U bent er echt een potje van aan het maken. En u op herhaaldelijk verzoek van de voorzitter komt niet met een echte interruptie. Mevrouw Smit heeft het woord. Volgens mij staat er nog iemand. Sorry, meneer Jansen. Interruptie. Gaat u ja, door. Voorzitter, ik verbaas me toch ook wel over de inbreng van mevrouw Smit. U verschilt zich achter of het juridisch mag of niet. En of dit getweet mag worden door een politica, terwijl we het hier echt over de wethouder hebben. Het gaat erom dat hier een collega in deze zaal uitgemaakt wordt voor racist. Want dat is wat hier staat. Hier staat letterlijk, staat hier, een stem op Hans Smolders is een stem voor racisme. Dat staat er. Gewoon letterlijk. Dan vraag ik u dezelfde vraag als ik aan mevrouw Hendricks vroeg. Heeft u ooit meneer Smolders kunnen betrappen op racistische uitspraken? Dank u wel. Dat staat er niet en dat heeft mevrouw Hendricks heel goed uitgelegd. Dat zal ze waarschijnlijk zo direct nog een keer doen. Maar ik zal ook nog verder gaan. Nee, dat hebben we niet. En want dat maakt mij nou juist ook
het feit wat ik dat nu wilde zeggen. Want ik vraag me af wie dat we hier nu voor ons hebben. Want het is wel iemand, een statenlid, die straks gaat voor de Forum voor Democratie bij de Provinciale Staten. Meneer Smolders brengt zelf dit debat in, hebben wij allemaal niet omgevraagd. Dus hij heeft hier zelf voor gekozen om het hier over de inhoud te gaan hebben, over een tweet waar wij eigenlijk inderdaad niks over te zeggen hebben. En dan is het ook nog gewoon de vrijheid van meningsuiting. Dus wat doen wij inderdaad hier met z'n allen? En dat is precies wat ik eigenlijk duidelijk wilde maken. Maar omdat ik dan toch hier sta en dat u mij toch hier uitnodigt om hier uitleg te geven hierover, hebben we ook maar meteen gedaan dat we zeggen, maar oké, dan wat vinden we dan echt essentieel hier? Wat is er dan hier misgegaan? Mag dit überhaupt? Daar moet u toch over nadenken. Nou, dat hebben wij ook gedaan. Want die vraag heeft u ons gesteld. En vervolgens denken wij ook na over de inhoud. Want inderdaad, ik kan me zo voorstellen of dat u dat aan ons gaat vragen. Dus dat ga ik nu ook even uitleggen. En u weet ook dat de landelijke D66-lijn hier heel duidelijk in is. Forum van Democratie zegt gewoon bepaalde zaken waar wij niet achter kunnen staan. En dat is misschien heel erg vervelend om te horen, maar dat blijven wij zeggen. Want wij staan er niet achter. En daar neem ik nu eventjes de tijd en de ruimte voor om dat uit te leggen aan u. En dat gedachtegoed waar wij als D66 altijd tegen zullen strijden. Want wij staan voor een samenleving waar je niet wordt beoordeeld op je geslacht, je geloof of je huidskleur, maar wat je daadwerkelijk bijdraagt. En dat mag, en zeker in verkiezingstijd, best gezegd worden. Tot slot, of u wil nog iets zeggen? Meneer Jansen, gaat u gaan. Ja, voorzitter, het is echt kinklaar onzin wat hier verteld wordt. Hier staat gewoon letterlijk, en ik ga het gewoon oplezen. Ik hoop dat mensen in Tilburg zich realiseren dat een stem op Hans Smolders, lijstduur, een stem tegen onze inclusieve stad is. Het is een stem voor racisme. Ja, daar zit gewoon geen woord Spaans tussen. Dus u kunt hier niet van alles bananenrecht gaan praten. Het is gewoon niet waar wat u zegt. En daarbij, u kunt ook gewoon eerlijk zijn, of de wet kan ik houden, kan gewoon eerlijk zijn. Ja, het is verkiezingstijd en we proberen gewoon zieltjes te winnen. Want dat is gewoon wat er gebeurd is. Want anders vertel je je eigen verhaal. En dan ga je niet mensen racist noemen, waar je gewoon echt totaal geen concreet voorbeeld kan noemen. Dat en uw vraag aan mevrouw Smit? Ja, het is duidelijk volgens mij, voorzitter. Ja, dat is uw bijdrage. Dank u wel. Mevrouw Smit. Nou, wat ik ook veel vervelend vind, is dat de tweet twee keer ook maar voor de helft wordt opgelezen. Want daarna, zegt mevrouw Hendricks, stem voor elkaar. Voor de toekomst. Voor de duurzaamheid. Voor alles wat je lief is. Stem uit liefde. Niet uit haat. Dat wil ik ook nog even gezegd hebben. Ja, voorzitter, dat maakt het alleen nog maar erger. Als je over de rug van andere mensen zieltjes wilt winnen, dan zegt dat zoveel over D66. Want inhoudelijk hebben ze geen enkel argument. Men noemt maar heel makkelijk mensen racist en mensen die de zaak verdelen. Het zijn juist de mensen van D66, die kwalificaties die ze zelf opschrijven, hè, een stem tegen onze inclusieve stad, een stem voor racisme, afbraak van de rechtsstaat en haat en verdeeldheid, dat zijn zij aan het zaaien. Wij hebben hier niet om gevraagd, maar er moet hier wel over gepraat worden. En er worden allerlei onzinverhalen bijgehaald en ik ben benieuwd. Er wordt hier over gepraat, maar het heeft weinig zin als wij elkaar kwalificaties gaan toedichten. Ja, kom op, voorzitter. Van, hoe dat, ik... heeft u die tweet gezien, voorzitter? Waar hebben we het in godsnaam over? Zeker. Maar u bent nu in debat met elkaar, in dit geval met mevrouw Smit. En u geeft aan wat u daarvan vindt, dat is uw goed recht. Maar om een ordentelijk debat te hebben, moet u ook iets vragen aan mevrouw Smit. Waar wil u nog een reactie van haar op hebben? Voorzitter, ik wil alleen maar aangeven waar zij steeds telkens totaal de weg kwijt is. En want ik vind dat ik dat moet doen. Ik heb haar niks te vragen. Wat moet ik toch vragen? Of dat, was ze hierin gelooft in die tweet? Ja, natuurlijk, daar hoor je toch, daar gelooft ze in. Dan heeft u uw mogelijkheid voor een interruptie gehad. Mevrouw Smit heeft haar betoog afgerond. Dan ga ik kijken of een andere spreker... Nog niet. Ik dacht dat u klaar was. Nee, nog sorry. Niet. Nee, dan mag u doorgaan. Gaat dank u wel. Gaan. Ja. Nee, ik had nog tot slot een alinea, maar de heer Smolders triggert mij wel. Want hij komt elke keer terug op de inhoud, terwijl dat hij ook aangeeft, en dan
verwarren we elkaar, dat het nu niet gaat over de vorm van democratie. Maar die tweet gaat nou juist over de vorm van democratie. Dus het gaat niet over de LST, het gaat niet over wat u hier in de raad doet, want daar hebben wij niets over gezegd. Het gaat puur over de vorm van democratie. En dat vind ik heel belangrijk om nu eventjes duidelijk vermeld te hebben. Meneer Smolders. Dan heb ik een vraag. Waar ging het dan een jaar geleden over, toen u toch ook 2 weken voor de verkiezingen zich afzette tegen de lijst Smolders? En in 1 keer uit het niets, niemand had het verwacht, dat u de lijst Smolders zonder argumenten gewoon buiten gaat sluiten. Mevrouw Smit. Ja, dankjewel voor deze vraag, want die had ik inderdaad verwacht. Ik zal hem nog een keer herhalen, zoals ik al vaker heb herhaald. Misschien kunnen we hem nu ook opnemen. Het is namelijk zo dat wij aan de voorkant van de verkiezingen inderdaad een belofte hebben gedaan aan onze kiezers. Dat we met mensen gaan samenwerken die dicht bij elkaar staan. Dus die dicht bij onze programma inhoudelijk staan. En inderdaad, u heeft gewonnen toen. En daar zijn alle felicitaties gedaan. En u heeft er zelf toen geprobeerd om een coalitie te vormen. Dat is helaas niet gelukt. Toen mochten wij en toen zijn wij gaan kijken wie het dichtst bij ons programma uitkwamen. En daar zat u op dat moment niet bij. Ja, dan ga ik even door. Tot slot. De wethouder heeft net duidelijk gemaakt hoe ze de tweet bedoeld heeft en hoe hij ook gelezen dient te worden. Daarnaast heeft ze gezegd dat ze het ten zeerste betreurt als mensen de tweet anders hebben gelezen en zich daardoor aangevallen of weggezet voelden. We begrijpen haar worsteling, haar overweging, want de politiek is moeilijk, is persoonlijk en is ook daardoor emotie. En dat merken we hier allemaal vanavond weer. Bij de voorbereiding van dit debat moest ik heel erg denken aan de allereerste motie van deze periode. Weten jullie hem nog? De motie van verbinding. En in die motie riep het PvdA ons op om de stad op koers te houden, om een vernieuwde democratie, omdat de uitslagen daartoe omvroegen, en de bereidheid om te bewegen binnen het politiek landschap. En dat heeft me echt heel erg getriggerd de afgelopen week. Dan denk ik, ja, we zijn er inderdaad nog lang niet. We proberen met elkaar op inhoud ontzettend de koers te volgen. We zijn bezig om een vernieuwde democratie voor elkaar te krijgen door allerlei inbreng en allerlei andere zaken te veranderen. En de bereidheid om te bewegen binnen het politiek landschap, ja, daar zijn we nog lang niet. Dus ik vind het mooi dat de heer Smolders zijn hand uitsteekt om samen met de wethouder te gaan fietsen in de wijken. En dat steunen wij echt van harte. En ik hoop inderdaad dat we terug gaan komen naar die motie van verbinding. En misschien moeten we hem weer een keertje tafel leggen en moeten we weer met z'n allen kijken wat we nou precies daarmee bedoelden. En dat we dan koers blijven houden, binnen de democratie bewegen tot verbinding en dat we dat inderdaad blijven doen voor onze mooie stad. Meneer Jansen, u wil reageren? Ja, het zou toch mooi zijn als we vanuit D66 of vanuit de wethouder in ieder geval een soort van excuus zou komen over het woord racist, denk ik. Omdat het wel een eenzucht in deze tweet wordt genoemd. En even voor de duidelijkheid, ik sta hier niet omdat ik van de LST ben, of ik verschil regelmatig van mening daarmee. Hans kan zich prima verbaal redden. Maar als ik op mijn werk kom en daar wordt iemand, een collega van mij, onterecht uitgemaakt voor racist, dan vind ik dat ik daarvoor moet opstaan. En dan vind ik ook dat het zou sieren als die andere partijen ook zouden opstaan en zou zeggen, van dat gedeelte doen we in ieder geval afstand. Vraag, bent u het daarmee eens? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Als iemand inderdaad in mijn omgeving iemand een racist noemt, dan zijn wij de eerste partij die opstaan. Maar dat wordt niet gezegd in deze tweet.
En dat is het verschil. Wat wel wordt gezegd, is dat de politiek... Ik stel voor dat we luisteren naar de spreker en niet in de zaal toevoegingen doen of andere reacties. Het woord is aan mevrouw Smit. Wat wel wordt gezegd, is dat de politiek leider van Forum van Democratie, die hier inderdaad niet is, en waar we eigenlijk inderdaad helemaal niet over hoeven praten hier, maar die wel dat racistische uitspraken heeft gedaan. En daar kunnen wij niet in meegaan. Meneer Zelik, wilde u reageren op het punt van de motie van verbinding? Want dat zag ik... Ja, nou ja, goed, als architect van de motie van verbinding wil ik daar inderdaad op reageren, omdat ik word aangesproken. Kijk, de motie van verbinding hebben we eigenlijk als PvdA-fractie op tafel gelegd, omdat we zagen dat de verhoudingen de afgelopen periode, waar we met elkaar best wel veel op hebben geïnvesteerd om elkaar te vinden, om in dialoog te gaan en te proeven waar de verschillen zitten, maar ook waar de overeenkomsten zitten. En bijvoorbeeld zo'n agenda sociaal 013 is daar echt een voorbeeld van, waarin we als raad zeggen, nou, die grote maatschappelijke opgaven die er in de stad zijn, die moeten we adresseren en die moeten we vastpakken. En we moeten elkaar zo breed mogelijk weten te vinden in de opgave die er ligt voor de stad. En ja, ik heb aangegeven, de stad moet koers houden, maar ook met de sfeer en met de samenwerking tussen de verschillende partijen. Wat ik nu zie gebeuren, en dat gebeurde eigenlijk al in de formatie, is dat de hakken steeds verder in het zand komen te staan. En dan helpt zo'n tweet van de wethouder, helpt dan ook niet om naar elkaar toe te bewegen. Hè? En dat is eigenlijk de onderliggende beweging die de motie zou willen maken. Kom met elkaar in gesprek, probeer jezelf ook de vraag te stellen, hoe komt het nou dat zoveel mensen een stem op Forum voor Democratie uitbrengen? Nou, ik kan u vertellen, het gaat over koopkracht, het gaat over bestaanszekerheid, het gaat over de uitholling van de publieke sector, het gaat over allerlei waarden die we in de loop van de jaren met elkaar zijn vergeten, het gaat over identiteit, wat bindt ons nou nog? Over dat soort vragen moeten we in gesprek met elkaar. En wat is uw vraag aan mevrouw Smit? Dan helpt het niet als de hakken nog steviger in het zand komen te staan. Mijn vraag aan mevrouw Smit, heel concreet. Wat gaat u vandaag, wat gaat u morgen doen om in gesprek te komen met Hans Smolders, met de LST, om te kijken waar de ruimte zit om elkaar weer te vinden? Mevrouw Oelemans ook op dit punt? Of een ander? Dan mevrouw Smit, gaat u gewoon. Oké. Maar zoals ik al aangaf in ons betoog, is dat wij het echt vanuit fractie hebben gekeken van oké, mag een wethouder dit doen? Ja. We hebben gekeken, oké, is het bijzonder? Is het bijzonder dat dit op deze tijd gebeurt? Toen hebben wij gezegd, nee, het is niet bijzonder. Er zijn meerdere politica die zich op die manier uiten. En vooral tijdens een verkiezingstijd. Toen hebben we gekeken, is het bijzonder dat meneer Smolders op deze manier reageert. Dat is ook niet bijzonder, want dat hoort er ook bij. Dat is ook uiten van emotie. Dus daar hebben wij als fractie allemaal naar gekeken. En dan hebben we nog inhoudelijk gekeken naar wat vinden we nou precies van die uitingen van de Forum van Democratie. En daar kunnen wij als D66 niet achter staan. Maar nogmaals, dat heeft niks met de LST te maken. Want de LST wordt daar niet in genoemd. En wij hebben ook vanavond ook niets gezegd over de LST. Want tot nu toe, volgens mij, zijn wij echt aan het verbinden op inhoud met elkaar. En ik hoop ook dat meneer Smolders in Tilburg de pet op blijft zetten van de LST. En dat wij gewoon die koers voort kunnen zetten met hem. En met zijn fractie. Want dat is wat we doen. En dan gaan we nog steeds op de verbinding verder. En dan gaan we nog steeds kijken waar we kunnen samenwerken. Want dat is wat we doen hier in gemeente Tilburg. Dus ik heb niets gezegd over de LST. Mevrouw Oelemans. Ja, dankjewel voorzitter. Ik ga het kort houden. Want D66 geeft duidelijk aan, nou het mag gewoon. Een wethouder mag iets zeggen. Maar als iets mag, dan wil dat niet zeggen dat je het zou moeten doen. En ik vraag me af, is er voor u dan een grens aan de vrijheid van meningsuiting? En... dien je geen rekening te houden met dat wat je zegt en hoe je dat zegt? Mevrouw Smit.
Nou, ik denk dat we allemaal wel weten dat er ergens een grens ligt van meningsuiting. En dat werd eigenlijk heel erg mooi verwoord ook in het Brabants Dagblad. He, er zijn al heel veel mensen die daarover na hebben gedacht. Van oké, kan deze tweet gezien ook de periode? En daar hebben ook heel veel mensen over nagedacht en gezegd van ja, dat kan. Deze tweet, wat hier wordt gezegd, is niet grensoverschrijdend. Waarom niet? Omdat het niet gaat over... het gaat over wat de vorm van democratie uit. En dat mag gewoon gezegd worden. Oelemans. Maar draagt hij dan ook bij aan de verbinding waar het u over heeft? Mevrouw Smit. Nou, ik denk dat we allemaal, en dat hoop ik ook dat meneer Smolders dat blijft doen, dat we die scheiding maken tussen wat we hier in de gemeenteraad doen en dat we hier dus gewoon allemaal als fracties zitten met elkaar en dat hier een vorm van democratie niet aanwezig is op dit moment. Dus die scheiding, die is hier in de gemeenteraad in Tilburg. Dus ik spreek hier nu ook, als het goed is, met de voorman van de LST. De heer Smolders krijgt het woord inderdaad. Ja, u spreekt met de voorman van de LST, maar het gaat heel de avond al over de FVD. En ik word in verband gebracht en de FVD wordt in verband gebracht, zomaar even heel simpel, met racisme. We zien de gevolgen daarvan, maar ik heb een vraag aan mevrouw Smit. Hoe verklaart mevrouw Smit dan dat ik als lijstduur van Forum voor Democratie in mijn eentje in Tilburg meer stemmen heb dan die hele lijst van u? Van D66. Mevrouw Smit. Nou, ik ben geen wetenschapper, hè? Dus ik zou het niet weten. Maar ik heb u daar wel mee gefeliciteerd. En ik vind het echt heel erg goed dat ook die mening, want dat is ook een vrijheid van meningsuiting, dat die mening ook gewoon gehoord en gezien wordt. Dus wat dat betreft, gefeliciteerd. Dames en heren, ik wil even kijken of andere leden nog een bijdrage willen geven aan het debat. Want er zijn steeds dezelfde sprekers erbij. Mevrouw Smit was nu wel klaar met haar betoog. Heeft ook de vragen beantwoord. Ik geef het woord aan de heer Van Asten. Voorzitter. U kent de VVD als een partij die staat voor vrijheid van meningsuiting. Zeker daar waar het om politici gaat. Politici slaan soms harde taal uit. Ook zeker in verkiezingstijd. De VVD ziet dan ook dat beide partijen harde taal uitslaan in verkiezingstijd. Ook in deze casus. Verschil, voorzitter, is echter wel dat hier een uitspraak is gedaan door een wethouder die juist staat, of predikt als ze staat, voor een inclusiviteit. En dat nou juist deze wethouder er een bericht uit doet, waarbij een groep Tilburgers mogelijk het gevoel heeft gekregen dat zij niet tot die inclusiviteit behoren. Uitspraken als deze zijn wat ons betreft vanuit de rol als wethouder onhandig. Voorzitter, wij zien de stem op Hans Smolders. Dan ook niet als een stem voor racisme. Is de wethouder het dan met de VVD eens dat het bericht inwoners mogelijk het gevoel heeft gegeven dat zij buitengesloten worden? Dat zij zelf niet voor hun eigen mening uit mogen komen? En hoe wilt u als wethouder ervoor zorgen dat deze inwoners weer het gevoel krijgen dat zij erbij horen? Wethouder, ik ken u, zeg ik via de voorzitter, als iemand die er juist voor wil zorgen en juist voor alle inwoners wil zijn. Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie zoeken wij graag naar de overeenkomsten en zoeken we graag de verbinding op. We zien dan graag ook dat die energie niet langer in het negatieve verleden zit, maar dat we juist die energie stoppen in de uitdagingen waar onze inwoners dagelijks mee te maken hebben. En wat de VVD betreft is dat niet met deze ruzie op social media in verkiezingstijd. Ik las een column die de twee partijen opriep tot het drinken van een biertje. Dat lijkt ons voor beide een goed idee. Resumerend, voorzitter, de uitspraken zijn wat de VVD betreft niet onacceptabel en ook niet wethouder onwaardig, maar wel onhandig. Wie van u mag ik het woord geven? Meneer Van Tilburg, gaat uw gang. Oh, sorry. Mevrouw Kostermans.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, GroenLinks wil graag werken aan een inclusieve stad. Een stad waar iedereen zichzelf kan zijn en waar ruimte is voor diversiteit. En vanavond voeren we een debat over een tweet op de dag van de verkiezingen. En eerlijk gezegd, voorzitter, voor ons had het debat niet gehoeven. Want zijn er niet belangrijke zaken in Tilburg om ons als raad over uit te spreken dan over berichten op sociale media? Maar het debat is aangevraagd en we hebben ons daar dan ook toe te verhouden. De sociale media-uitlatingen door de wethouder op de dag van de verkiezingen. Het zou onze keus niet geweest zijn, al snappen we de zorgen wel. Ook als GroenLinks hebben we zorgen over het gedachtegoed van Forum voor Democratie en de uitwerking ervan op de samenleving. Desalniettemin draagt een sociale media-post en wat ons betreft niet aan bij, evenals de reactie erop, ook die draagt niet bij. Het werkt slechts polariserend. We hopen dan ook dat we als raad hier in Tilburg met de politieke partijen die we hier hebben snel weer vooruit kunnen kijken en kunnen werken gezamenlijk aan een inclusieve stad. Dank u wel. Dank u. Meneer van Tilburg. Ja, beste collega's, raadsleden, overaanwezigen. Allereerst heer Smolders, proficiat nog met het aantal stemmen die u heeft gehaald. Maar hier staan we dan naar aanleiding van een berichtje van onze wethouder. Ik hoef het niet opnieuw voor te lezen, want het is al een paar keer gebeurd. En toen ik het las, dacht ik natuurlijk ook van, goh, is het nu verstandig? Maar ja, als het eenmaal op social media staat, is het ook moeilijk om er vanaf te halen. Iedereen kan het ook lezen. We zitten nu een jaar als 50-plus in deze gemeenteraad. En van het begin af aan is het steeds geweest, is het nu Smolders tegen de D66? Of is het D66 en LST? Of is het mevrouw Hendricks tegen Smolders? We weten het niet. Maar beide partijen geven aan dat ze graag willen verbinden. En wat we jammer vinden, dat we het ook op deze manier, hè, leek er even op dat we de goede kant op gingen, maar dit soort tweets of berichtjes is gewoon jammer dat daardoor toch weer een tweespalt ontstaat. Zo doen we dat niet in Tilburg. Ik denk dat Tilburg daar ook niet op zit te wachten dat we zo met elkaar omgaan. Je zou met elkaar moeten verbinden. 50% is dan ook van mening dat het niet handig is dat de wethouder, ook al is het haar persoonlijk account, dit soort uitspraken doet. 50PLUS wil zich daarvan distancieren. De vraag is ook aan mevrouw Hendricks, wat u nu heeft gehoord, wat u straks heeft gezegd. Hoe zou u nu uw berichtje hebben gemaakt? En aan beide partijen toch vragen van, goh, ga alsjeblieft met elkaar verbinden. En hoe zou je dat kunnen doen? Is het fietsen of wordt het wat anders? Dankjewel. Mevrouw Kouwenberg, gaat u gang. Tja. Marcelle Hendricks heeft als een van de ruim 215.000 Tilburgers de vrijheid om dingen te zeggen. Vrijheid van meningsuiting is een groot recht in Nederland en daar moeten we zuinig op zijn. Iedere Tilburger mag zeggen wat hij of zij vindt. En als er personen zijn die dat doen, dan nemen ze daarmee een belangrijke rol. Die mensen hebben we nodig. Mensen die hun mening durven te geven en ertoe bijdragen dat er discussie gevoerd wordt en dat we dingen aan de kaak stellen. Maar wethouder Hendricks heeft op dit moment ook een andere verantwoordelijkheid. Ze heeft een publieke functie en is onderdeel van ons stadsbestuur. Daarmee draagt ze een enorme verantwoordelijkheid. Het college heeft een belangrijke rol om de stad te verbinden. Dat is juist wat we zo hard nodig hebben. Er wordt elke dag gewerkt aan die inclusieve stad, waar iedereen mag meedoen, ongeacht je aard, je geld of je politieke voorkeur. Wij willen wethouder Hendricks niet in de vrijheid van meningsuiting beknotten. Het is haar persoonlijke afweging tussen haar drijfveren en het belang van de verbinding in onze stad. Maar we hopen wel dat onze wethouder en de LST samen de dialoog in willen gaan en op zoek willen gaan naar verbinding. Want wij vragen van elke Tilburger om te werken aan verdraagzaamheid. Nou, laten we dan in het gemeentehuis het goede voorbeeld geven. Dank u wel. Anderen nog behoefte om een bijdrage te geven aan dit debat? Dat is niet het geval. Ook het college heeft op dit moment geen behoefte. Ik zou als uw burgemeester willen benadrukken dat ik onderschrijf datgene wat door velen van u gezegd is, dat wij primair moeten inzetten op de verbinding. En dat het erom gaat dat wij gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen om de verschillende opvattingen die in onze stad leven, onder de inwoners, hier hun weerklank kunnen krijgen en dat we daar een open en goed debat over kunnen voeren.
stel het zeer op prijs dat de heer Smolders ook in zijn eerste bijdrage nadrukkelijk ook de uitnodiging heeft gedaan naar wethouder Hendricks om op een aantal punten ook gezamenlijk op te trekken. Die handschoen heeft wethouder Hendricks ook op het einde van haar eerste bijdrage opgepakt en die wil dat ook graag. Vind ik een belangrijke vaststelling ook voor dit moment in het debat. Het woord is aan wethouder Hendricks. Dank u wel, voorzitter. Even kijken. Misschien om te beginnen, wat ik heb proberen duidelijk te maken, ook in mijn eerste termijn, is dat het over mijn eigen verhaal gaat. Die tweet zijn maar 140 tekens. In een Facebookbericht heb je iets meer ruimte. Maar het is mijn persoonlijke statement, het is mijn persoonlijke verhaal. En die komt voort uit de persoonlijke zorg en betrokkenheid. Die heeft helemaal niks met campagne of verkiezingskoorts te maken. Die heeft ook niet te maken, en dat kunt u geloven of niet, met zetelwinst. Er zijn velen, ook in mijn partij, die tegen mij hebben gezegd de afgelopen dagen dat ik het wat dat betreft beter niet had kunnen doen. Want dat het ons misschien ook wel zetels heeft gekost. Waar het mij om ging, is dat wij ons af en toe kunnen uitspreken, en van dat recht heb ik gebruik gemaakt, daar waar wij bezorgd zijn over het feit dat groepen mensen, groepen inwoners in onze samenleving zich uitgesloten of buitengesloten voelen. Dat er groepen zijn die zeggen, ik ben bang dat er straks met een bepaalde politieke stroming geen plek meer voor me is. Dat is wat ik heb proberen duidelijk te maken. Wat ik niet heb gezegd, en een aantal van u heeft ook gevraagd aan mij om daar iets over te zeggen. Wat ik niet heb gezegd is dat de heer Smolders een racist is. En ik weet, racist, racisme, het zijn hele grote woorden. Ik heb mij niet gerealiseerd dat velen het hebben opgevat als een woord wat in het wetboek van strafrecht staat. Ik ben geen jurist, ik zal het hier maar bekennen, ik heb daar geen verstand van. Wat ik heb proberen te zeggen is dat Forum voor Democratie, zoals ik het ervaar in mijn persoonlijke opinie, te vaak de laatste tijd mensen uitsluit, groepen uitsluit. En dat betitel ik in mijn eenvoudige Nederlands met racistische ideeën. Dat is wat ik heb proberen te zeggen. Nogmaals, ik heb niet gezegd dat de heer Smolders een racist is. Ik wil u een vraag stellen, wethouder. Gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, u triggert me toch wel heel erg, omdat u... kijk, wat ik vind, ik ben natuurlijk... Mijn ouders zijn van Turkse komaf. Ik woon fantastisch in deze stad. Ik vind het fijn vertoeven hier in deze stad. Maar ik merk ook dat in het verleden, toen ik aan het opgroeien was, er altijd een angstbeeld werd opgeworpen. Bijvoorbeeld over de Christendemocraten, Jan Maat, over een toekomst die ons boven het hoofd hing. Een soort van zwaard van Damocles, waarmee altijd werd gezegd van, joh, pas op voor die stromingen. Ik merkte dat ik daar als opgroeiende jongere daar best veel last van had. Terwijl als je kijkt naar... als je kijkt naar hoeveel impact dat op mijn leven heeft gehad, op mijn opvatting, dan denk ik, ja, soms is het niet nodig om iets uit te vergroten wat in feite niet zo groot zou moeten zijn. Heb vertrouwen in die 85% van de Tilburgers die vooruit wil en die samen voorop wil stellen. En laat elkaar niet bang maken met doemscenario's. Daar is volgens mij niemand bij gebaat, maar laten we gewoon realistisch kijken. Wat speelt er? Welke problemen moeten we adresseren? Wat moeten we aanpakken? Nou, ik roep u ook op om dat de komende periode te doen. En ook niet het doembeeld voorop te stellen en hakken uit de zand te halen. Wethouder Hendricks. Ja, dank u wel, voorzitter. Daar ben ik het op zich helemaal mee eens, wat de heer Tselik zegt. Ik denk ook, en dat probeerde ik ook in mijn eerste betoog aan te geven, ik denk dat het heel goed is om eigenlijk dagelijks daarmee te werken. Ik vond ook uw opmerking in de eerste termijn dat veel stemmers eigenlijk om hele andere redenen voor een bepaalde politieke partij kiezen, omdat ze zorgen hebben over werk en inkomen en dergelijke. Dat snap ik. En dat is ook wat ik heb proberen duidelijk te maken,
dat ik ook mij realiseerde, ook door alle reacties die er kwamen, dat mensen dachten dat ik bedoelde dat bijvoorbeeld elke stemmer een racist is. Dat heb ik niet gezegd, maar dat vind ik ook niet. En ik zie heel goed, en ik ben inmiddels ervaren genoeg in de politiek, dat er vele andere motieven zijn waarom je op een andere partij kan stemmen. Maar wat ik wel belangrijk vind, is dat die partijen leiden. Maar goed, dan verval ik in de herhaling. Smolders, wilt u een interruptie brengen? Ja, voorzitter, want het is wel heel belangrijk wat de heer Seelig net zei. Hè, wat u, die doembeelden die u net hier tentoon heeft gespreid. En dan vervolgens zegt u, ja, ik ben het eens met u dat ik geen doembeelden moet hier vertonen. En dat is nu heel de avond al aan de gang. Er is bijna een debat onmogelijk, omdat je tegen een muur praat dat de D66 de monopolie op de waarheid heeft en op de werkelijkheid. Nou, dat is dus totaal ondemocratisch wat er gebeurt. En groepen buitensluiten. Kijk nou eens naar uw eigen gedrag een keer. Koop eens een keer een spiegel. Dat eindigt niet in een vraag. U kunt uw betoog voortzetten. Ik heb er een, by the way. Ja. Ik wilde eigenlijk nog iets anders zeggen. Een aantal van u heeft heel duidelijk gezegd, moet je dat nou als wethouder doen? Is dat nou verstandig? Dat is een goede vraag. Ik heb daar eerlijk gezegd ook niet één antwoord op. En er zijn momenten dat je denkt, had ik het moeten doen? En er zijn momenten dat ik denk, ja, ik heb het als politica gedaan. En ik heb het als betrokken en bezorgde inwoner gedaan. En ik vind, en als ik dit dagelijks zou doen, dan heeft u een groot punt. En ik vond op dat moment, vanuit al die bezorgdheid en betrokkenheid, dat het belangrijk was om dat onderscheid te maken tussen aan de ene kant een stem voor de lijstduwer van Forum voor Democratie. Dat het niet ging om de LST, om ons raadslid, om onze fractievoorzitter Hans Smolders. Of dat daarmee verbinding oplevert. En ik heb ook net al gezegd, ik realiseer me ook, en dat heb ik ook in de reacties gekregen, tussen alle andere reacties die ik kreeg, heb ik in ieder geval de serieuze reacties, heb ik geprobeerd te filteren. En daarin zag ik dat veel mensen het gevoel hadden dat die verbinding ontbrak. Hiermee. Dat spijt me. Dat spijt me. Want dat is echt niet wat ik bedoelde. En toch vond ik het belangrijk om het te zeggen. En daar laat ik het ook bij. Dus wat mij betreft ben ik ook de volgende dag. Ik heb ook, ik accepteer dit debat. Ik ga hierover in gesprek. Ik ga heel graag met u, meneer Smolders, maar ook met u, meneer Tselik. En misschien met allerlei andere mensen in de stad die ook de oproep hebben gedaan via de kranten, via de media, om misschien juist wel een keer over dit onderwerp een debat te voeren met elkaar. Want we lopen er ook een beetje omheen, want het is ongelooflijk ingewikkeld. En dat snap ik ook en dat zie ik ook en dat heb ik ook voor een deel opgeroepen. Maar misschien is dat soms ook wel goed. Soms is het goed om het even scherp te maken waar we nou met z'n allen zo buikpijn van hebben. En de een slaapt er niet van en de ander denkt, nee, het komt wel goed. Soms moet je het juist wel met elkaar daarover hebben. En dat is ook iets wat ik heb beoogd met deze tweet. Ik vind dat je het soms moet benoemen. En het spijt me als ik mensen daarbij een gevoel heb gegeven dat ik hem van mij verwijder. Absoluut niet. Dus ik zal ook mijn stinkende best doen. En om dat vanaf nu en vanaf morgen, en dat heb ik gisteren ook al gedaan, om dat aan de stad duidelijk te maken. Maar ik denk dat het ook goed is om eens een keer met elkaar over dit onderwerp te praten. Niet om te polariseren, maar om elkaar op te zoeken en te kijken hoe iedereen zich nou hierbij voelt. En ja, ik wil heel graag met u, meneer Smolders, wat mij betreft het ook hierover hebben. Maar in ieder geval samen aan die stad werken. Samen de wijk in, samen met de inwoners, samen aan het werk. Samen met iedereen die hier naartoe is gekomen, die zich blijkbaar ook betrokken voelt bij dit onderwerp, aan de slag. Dank u wel. Ja, dan is het woord aan u, meneer Smolders. Gaat u gang. Ja, voorzitter. Ik ga helemaal niet met u aan de slag, want ik heb gezegd dat het voor mij wel cruciaal is
dat u afstand neemt van de inhoud van uw tweet. En dat u daarvoor uw excuses gaat maken. Dat was voor mij cruciaal. Want als wij hier in deze raad dus voor het alles maar mogen gaan zeggen, nou, dat heb ik de afgelopen 10 jaar nog niet meegemaakt. Dus we mogen hier maar van alles zeggen. En dan zeggen jullie straks van vrijheid van meningsuiting. Nou, als wij hier maar een klein beetje scherp zijn, dan zit men hier al te zuchten en te kreunen van oh, 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 oh. En dan hebben we het alleen maar over de inhoud die heel confronterend is. Dus ik wil van de wethouder wel weten, neemt ze afstand van de inhoud van haar tweets en van het Facebookbericht. En gaat ze haar excuses maken. Want anders kunt u het echt vergeten met dat samen doen. Want u zegt het een en doet het ander. En daar ben ik wel klaar mee. Dan is daarmee... Voorzitter, nee, daar is niks. Ik wil antwoord hebben, want ik vind uw rol vanavond ook niet goed. U heeft amper een reactie gegeven op iets heel ernstig. Ik vind dat ik een reactie wil krijgen van de wethouder of ze excuus maakt, ja of nee. En dat is toch een heel normaal... U vraagt heel de avond, kom eens met een vraag. Nou, kom ik met een vraag die heel cruciaal is. En daar krijg ik geen antwoord op. Punt van orde dit. Dit kan echt niet. U heeft het woord. De voorzitter wij vechten nou juist zo vaak voor u vrijheid van mening. En wij zeggen nooit dat u dat allemaal niet mag zeggen. Maar u moet wel respect houden. Ik wil reageren op meneer Smolders. Ik ging ervan uit dat u uw laatste bijdrage ging geven aan het debat. Zo was het afgesproken. Als u... Er was een reactie op mevrouw Hendricks, want die stond daar nog gewoon. Die was klaar met haar betoog. En ik had nog een vraag die voor mij heel cruciaal is. En dan kom ik met mijn laatste betoog. Ik kijk naar wethouder Hendricks of zij daar nog antwoord op wil geven. De vraag of ze excuses wil aanbieden. Gaat uw gang. Voorzitter, maar misschien ook gewoon meneer Smolders. Ik ben volgens mij net, heb ik geprobeerd heel duidelijk te zijn. Ik heb aangegeven dat ik goed heb nagedacht over wat ik heb gezegd. En het spijt mij, en ik heb er zelf ook... Het raakt mij als ik merk dat een aantal mensen dat op een andere manier hebben opgevat dan ik het heb bedoeld. En ik heb volgens mij heel duidelijk gemaakt hoe ik het heb bedoeld. En daar hou ik het bij. En dat betekent dat ik ook niet, volgens mij niet op de manier die u nu vraagt, daar afstand van neem. Ik neem geen afstand van de hele tweet. Ik neem afstand van een aantal interpretaties zoals ze erin gelegd zijn. Die heb ik er niet ingelegd. Die zijn groot geworden. Meneer Selik, u wil nog een bijdrage geven aan het debat voordat ik meneer Smolders de gelegenheid geef? Ja, dat aan het eind zijn. Ik bedoelde net in mijn termijn overigens niet de ChristenDemocraten, want dan krijg ik problemen met de CDA-fractie, maar de CentrumDemocraten. Zo. Meneer Smolders. Ja, voorzitter. Blijkbaar is het allemaal grappig. Maar wij vinden dit helemaal niet grappig. En dit is echt grensoverschrijdend. Ik heb hier in de raad ook dit nog nooit meegemaakt, dat je hier maar van alles mag zeggen. En we hebben het hier wel over een wethouder die hier, zeg maar, in een collegiaal bestuur, het dagelijks bestuur, hier een fulltime functie heeft. En wij zijn hier als gemeenteraad om daar wel, zeg maar, scherp op te letten dat ze gewoon binnen de kaders blijft. Als wij ons hier laten uitmaken of in verbinding of in verband laten brengen met racisme en allerlei andere meuk, dan hebben we toch zeker wel hier op te treden. En als ik dan al die reacties hier vanavond zie, dan zijn die zeer teleurstellend van een aantal partijen. En ik heb al een paar keer, heb ik ook in mijn eerste termijn gezegd, ik heb mijn hand uitgestoken. En de wethouder hoeft alleen maar afstand te nemen van een tweet, van een Facebookbericht. Als dat niet kan, dan weet ik het niet meer en haar excuses daarvoor aan te bieden. Want dit weten jullie in jullie grond van jullie hart, dat dit een glijdende schaal wordt als wij hier alles maar met elkaar mogen zeggen. Want wat mag, hoeft niet per se. En op de inhoud mag het echt heel scherp, maar dit is niet meer op de inhoud. Dit is gewoon puur om electorale winst. Ik heb het al meegemaakt 2 weken voor de verkiezingen.
En kom dan niet aan met we hebben iets afgesproken. Nee, had het dan een maand van tevoren in je partijprogramma gezet. Maar nee hoor, we hebben goed met je samengewerkt, meneer Smolders. En we hebben ook, de persoonlijke verhoudingen zijn goed. En dan ga je vervolgens zo om met de collega raadslid. Het is te gek voor woorden. En nu dan weer vlak voor de verkiezingen. En dan nog zeggen van, het heeft ons misschien wel geschaad. Ik ben zo flink geweest om die dag gewoon sowieso al er niets van te zeggen. Ik heb het pas de dag naar de rand. U denkt toch niet dat ik mijn dag laat verstoren door uw tweet. Alleen de andere dag, toen ik wakker werd en is weer gewoon normaal tot de orde van de dag kwam, heb ik daar inderdaad eens goed over nagedacht. En dan kan dit helemaal niet. Als wij hier samen willen werken, dan kan dit toch niet. Wat ben je toch geen knip voor de neus waard als je hier gewoon dit soort kwalificaties geeft aan een partij waarvan de kiezers zeggen, wij willen die partij wel accepteren. Mevrouw Oelemans. Ja, ik had u net in mijn eerste termijn een vraag gesteld. Want ja, als u het dan over samenwerken heeft, heeft u dan ook de wethouder gebeld de volgende dag toen die tweet had gelezen en dat bericht? En heeft u het bespreekbaar gemaakt met haar? Meneer Smolders. Ja, je denkt, als je zo teleurgesteld bent in een wethouder, dan wil ik dat inderdaad in het openbaar doen. Ja, want dit zijn streken die gewoon niet passen in een normale omgangsvormen. En dit is niet de eerste keer. En ik heb daar al twee keer overheen gestapt. Ik ben ook een mens met gevoelens. Het is al twee keer dat ik hier in het belang van de stad gewoon samenwerk, ondanks dat je vernederd wordt. En mijn fractie, die is zeer ontstemd hoe dat het hier gaat. Stuk voor stuk. En dat zijn ook allemaal mensen met gevoel. Wij worden hier gewoon weggezet omdat een partij dat zomaar even in de wereld helpt. Alsof dat dan de waarheid is. Moeten wij hier nou aannemen wat deze partij zegt, dat het allemaal waar is? Nou, dan vind ik dat mevrouw Hendricks aan de beurt is om mij uit te nodigen. En ik heb ze vandaag de hand gereikt. Vindt u dat dan ook geen goed voorbeeld? Maar er komt gewoon niets terug, behalve je staat tegen een muur te praten. Net zo goed als die fractievoorzitter. Daar sta je gewoon tegen een muur te praten met allerlei verhalen die gewoon totaal geen kant nog wal raken. Mevrouw Oelemans, u wilde nog reageren en dan mevrouw Smit. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik vind het gewoon jammer dat we dit op dit moment gaan bespreken. Ik vind het goed dat we het bespreken en dat verdient het openbare debat ook echt. Maar als collega's zou je elkaar moeten bellen, elkaar moeten aanspreken op elkaars gedrag. En dat zou buiten dit debat kunnen. Ja, voorzitter, dit is al de zoveelste keer dat ik op deze manier geconfronteerd word met de grappen en grollen van D66. Zeer ondemocratisch en ontoelaatbaar. Dat ik hier een grens heb getrokken en in het openbaar nog één keer de hand heb willen reiken. En als men dan daar niet op ingaat, nou, dan gaan we ten eerste, ik weet dat die motie het niet gaat halen, ga ik een motie van wantrouwen indienen. Ik overweeg om aangifte te doen wegens smaad en laster, want dat is het gewoon. Dit is juridisch gewoon niet hard te maken dat je zomaar van alles mag zeggen. He, ze laden niet voor niks mensen op die dit soort haat zaaien, want het is gewoon puur haat zaaien en mij daar in verbinding mee brengen. En als wij dat hier allemaal goed vinden, dan zijn we geen knip voor de neus waard. Ik heb hier niet om gevraagd. Ik heb hier de afgelopen jaar, ondanks dat ik hier onverzoenlijk ben buitengesloten, op een ondemocratische manier, heb ik hier gewoon mijn werk mee opgepakt. Mijn fractie heeft dat ook gedaan. Wat is dat toch voor een flauwe kul? Mevrouw Smit, wil u een vraag stellen? Gaat u gaan. Ja, ik vind het heel vervelend dat inderdaad meneer Smolders dit zo oppakt. Wij hebben als D66-fractie niets over de LST gezegd. En ik wil ook heel graag eventjes de vraag stellen aan de heer Smolders. Heeft u dan het idee dat de tweet over de LST gaat? Meneer Smolders. Over wie het ook is, als u totaal, maar dan ook totaal, niet onderbouwd, zomaar mensen weg gaat zetten als racisten. En uw inclusieve stad, hè? Een stem tegen onze inclusieve stad, zegt u. Hè? Baudet zit hier toch niet, Smolders zit hier. En dan erbij, ik wil het hier ook voor Baudet opnemen. Ik bedoel, die kan zich niet verdedigen, maar daar gaat het er vandaag niet om. Want u zegt dat het een stem is tegen onze inclusieve stad. Nou, wij zitten hier. Dus onze inclusieve stad,
Daar ben ik voor. En u zegt elke keer het is niet tegen u bedoeld. Jawel, want u weet er niet meer uit te draaien. En daar zit het probleem. En ik vind dit echt onacceptabel en ik vind het echt ongeloofwaardig dat hier niet verder zeg maar een oordeel wordt geveld over een misselijkmakende tweet van iemand die verantwoordelijkheid heeft voor het stadsbestuur van Tilburg. Mevrouw Smit wil nog reageren, daar geef ik de gelegenheid toe. En ook de heer Van Aarle. En dan stel ik voor dat de heer Smolders zijn betoog afrondt. Mevrouw Smit. Ik vind het heel vervelend dat inderdaad meneer Smolders daar boos over wordt. Wij hebben echt niet gezegd dat de LST hier in de tweet voorkomt. Dus nog een keer de vraag aan u, want we hebben ook niets over de LST gezegd. Komt de LST voor in de tweet? Ja, die komt zeker voor in de tweet, voorzitter. En als je goed leest, staat er ook, dan is het een stem tegen onze inclusieve stad. Onze inclusieve stad, daar bedoelt u Tilburg mee. De wethouder bedoelt daar Tilburg mee. Dus u komt er niet meer uit, daar komt u niet meer uitgedraaid. En ook het racismeverhaal, heeft u niet gezien wat dat doet? Dat er in Amsterdam mensen rondlopen die zeggen dat Baudet doodgeschoten moet worden. Nou mag ik het niet over Baudet hebben, ze hebben het heel de avond u over mag Baudet. Wel, u heeft het over Baudet, dat mag best. Maar ik heb het één keer over Baudet, omdat ik vind dat het daar niet over moet gaan. Maar heel de avond hoor ik het over Baudet gaan. We hebben het niet over al die mensen die zogenaamd dan zo dom zijn om op Baudet of op Smolders te stemmen. Daar bent u verantwoordelijk voor dat u deze mensen wegzet, ook als racist. En ook al die andere kwalificaties die misselijkmakend zijn. En wij gaan hier op een manier mee om, hè, die ontoelaatbaar is. Maar goed, ik leer zo mijn Pappenheimers dan toch maar weer kennen. Ik vind het niet kunnen. En er zijn een aantal mensen die daar zich inderdaad aantrekken. Ik was blij met de bijdrage van de heer Selik. Want ik ben uitgenodigd volgende week, of in begin april, om in de moskee te komen. Want daar zet je ook al mensen tegen elkaar op. Want een deel is het hartstikke mij mee eens. En de ander deel, ja, die kent mij niet. En die beginnen ook allemaal dan moet ik me dan daar direct gaan laten zien. Kijk, het is belangrijk, voorzitter. Aan de heer Van Aarle. Het is belangrijk, voorzitter. Ik vind dat we tot een afronding van dit debat komen. Ja, dat snap ik. En de heer Van Aarle staat af. Al een hele tijd te wachten om u een vraag te stellen. En daar geef ik hem de gelegenheid toe. Ja, voorzitter, dank u. Soms is het toch handig als je een lokale partij bent en geen landelijke partij of geen lijntjes hebt met landelijke partijen. Dat is ook de reden dat lokaal Tilburg zich gedistanceerd heeft van een lokale provinciale partij die ook bepaalde standpunten had. Maar ik wil de heer Smulders even een concrete vraag stellen. Want we zijn hier nu bijna anderhalf uur bezig met een debat over een tweet. Terwijl er volgens mij veel belangrijkere dingen waren, met alle respect, die we hier vanavond moesten bespreken. Denk aan het koersdocument Spoorzone, waar wij echt voor tientallen jaren de stad gaan bepalen. En over heel veel geld praten. En dan is zo'n tweet relatief gezien natuurlijk betrekkelijk. Hoe emotioneel sommige mensen dat ook oppakken. Maar ik heb ook de wethouder goed gehoord. En ik heb tot drie keer toe toch inderdaad bij de wethouder gehoord, het spijt me. Dus ik vraag aan de heer Spolders. En dan citeer ik de wethouder even. Zij zei letterlijk, het spijt me dat ik mensen het gevoel heb gegeven. En dat ze dat inderdaad verkeerd hebben opgepakt. En daarna zei ze nog een keer, in feite vrijwel dezelfde bewoordingen. Het spijt me dat anderen het anders opgevakt hebben dan ik bedoeld heb. Dat het spijt me. Vindt u dat niet een handreiking van de wethouder naar u toe? En is dat niet voldoende om te zeggen, jongens, we zetten er een punt achter, we geven elkaar een hand. We gaan inderdaad samen een pilsje drinken en we gaan voor de stad. In plaats van dat we dit nu gaan uitvergroten tot iets wat het wellicht helemaal niet waard is. Meneer Smolders. Ja, de inleiding van we hebben belangrijkere zaken te doen. Het is zeer belangrijk dat je hier verzoenlijk met elkaar omgaat. Dat is heel belangrijk. En als je dat niet doet, hè, dan heeft het geen zin om zeg maar te investeren hier in de gemeenteraad. Want dan heeft het daar helemaal geen zin in. En het spijt me, ja, daar heb je ook een programma voor, maar daar heeft ze alleen maar mee bedoeld dat ze mensen die het anders zagen, maar ze zegt er ook bij, ik neem geen afstand van mijn tweet wat ik daarin gezegd heb. En dat zegt zij. En dan erbij, als je dit eens goed leest, de woorden racisme, haat, verdeeldheid, onze inclusieve stad, dat is niet niets.
Ik had dat eens moeten doen. Dan had ik jullie allemaal eens hier willen zien staan. Dan had ik eens moeten doen, zo'n tweet. Ik heb in deze verkiezingstijd en in de vorige verkiezingstijd heb je maar amper gehoord. Ik denk, laat de tere zieltjes allemaal maar met rust. Want die schijnheiligheid en dat dubbel moraal wat ik ook vanavond hier allemaal weer zie, viert weer hoogtij. En dat je daar een probleem mee hebt, dat is toch meer dan normaal. Ik ben helemaal niet emotioneel. Het raakt mij gewoon dat jullie daar zo makkelijk mee omgaan. Dus we mogen hier voortaan alles zeggen. U mag hier zeggen datgene wat de voorzitter toestaat. Maar we hebben het hier nu over een tweet. En de heer Selig krijgt als laatste de gelegenheid om een interruptie te plaatsen in het afrondende betoog, waar u volgens mij al bijna aan een punt was gekomen. Meneer Selig. Ik heb de wethouder gehoord en de wethouder heeft tot 3 maal toe haar excuses aangeboden en aangegeven dat ze mensen niet wilde vervreemden. Wat er een beetje boven de markt blijft hangen en dat, ik hoop dat vanavond duidelijk wordt, is of de wethouder vindt dat Hans Smolders racistisch is. Nee, nadrukkelijk nee. Maar het zou goed zijn om dat hier dan nog eens te bekrachtigen dat u dat niet bedoelt, wethouder. Ja, maar dit wordt weer een andere lijn. We waren echt bij het afrondende betoog van de heer Smolders en die maakt dat nu af. Ja, voorzitter, ik zal het nog een keer herhalen. Een stem op Hans Smolders, lijstduwer van Forum voor Democratie, en daar ben ik heel blij mee. En trouwens heel veel Nederlanders, want uiteindelijk is het de grootste partij geworden in de Eerste Kamer. Dus ja, die minachting voor jullie en het zwart maken van een partij, ja, dat hebben we eerder gezien bij Pim Fortuyn. En dan een paar jaar naar de rand ga je zo'n man heilig verklaren. Hè, dat er helemaal geen racist was en dat het helemaal niet zo erg was. En nu loopt Baudet gevaar en dat is nou het probleem. En de kosten van Baudet is D66 en het werkt niet meer hoor, want ze gaan nog meer stemmen verliezen. Die elkaar afzetten op de persoon, dat werkt niet meer. En ik hoop ook dat men daar ook niet genoeg voor afgestraft wordt. Want je moet juist, wat hier ook vanavond gezegd is, uitgaan van je eigen kracht. En dat is wat wij als LST de laatste jaren gedaan hebben. En dan krijg je nog een mes in je rug 2 weken voor de verkiezingen. En dan zou ik met de wethouder moeten gaan praten. De wethouder had met mij moeten komen praten. Die had moeten zeggen, sorry meneer Smolders, ik heb dat in een emotionele bui gedaan. Ik ben uit de bocht gevlogen en ik heb hem verwijderd. En ik wil hebben dat we hier over praten en dat we een bak koffie gaan drinken. Dat had zij moeten doen. In deze campagne heb je mij niet gehoord. En in de vorige campagne ook niet. Omdat ik nou juist dat niet wil, want want men is hier toch wel heel erg schijnheilig met een dubbel moraal. Dus ik denk, nou laat ik dat maar niet doen. Ik heb zelfs een keer verkiezingen gehad dat ik geen campagne heb gevoerd. Alleen maar om de tere zieltjes te sparen. Hè? En dan is het nog niet goed. Dus ik zal nog 1 keer herhalen, er staat gewoon in een stem tegen onze inclusieve stad. En dat jullie daar niet over aangesproken voelen, dat zegt heel veel over degene die hier zit en hier niet echt afstand van doet van dit soort walgelijke, maar dan ook walgelijke vuilspuiterij. En gewoon, het is gewoon haat wat je zaait. En ik ben hier nou klaar mee en ik wil graag 5 minuten schorsen. En dan gaan wij een motie van wantrouwen indienen die niet gesteund wordt door deze raad, maar dat zegt heel veel over jullie. De vergadering is hervat. Er is een tweede motie bij dit onderwerp ingediend, motie van wantrouwen. Ik begin met de motie vreemd aan de orde van de dag, zoals die ook bij dit agendapunt was aangekondigd. 24.1 zal ik die noemen. Dat de uitspraak van wethouder Hendrik, zoals verwoord in bovenvermeld bericht op Facebook, onacceptabel en wethouder onwaardig is. Wie van u wil daar een stemverklaring over uitbrengen? Gaat uw gang, mevrouw Oosterbos. Dankjewel, voorzitter. Wij gaan deze motie steunen.
Wij vinden het heel erg jammer. Wij hadden echt gehoopt dat deze wethouder, die altijd de mond vol heeft van inclusieve en verbindende stad, zou komen met als eerste excuses maken. Als SP vinden wij dat in haar positie als wethouder dit geen slimme tweet is geweest. En als SP hebben wij liever dat de wethouder zich met haar taken bezighoudt, zoals jeugdzorg, waar grote tekorten zijn. Dus heel jammer deze reactie en wij zullen het voorstel, de motie steunen. Meneer Selik. Ja, na heftige debatten in de samenleving, na de verkiezingsuitslag, kunnen we dingen heel ingewikkeld maken. Maar we kunnen ook gewoon zeggen, sorry Hans, zo had ik het niet bedoeld. Dat was voor ons genoeg geweest om motie actueel niet te steunen. Dat heb ik niet gehoord van de wethouder, dus wij zullen de motie steunen. Meneer Jansen. Ja, dankjewel voorzitter. Ja, ik vind het heel erg jammer en ook gewoon gênant. Iedereen roept op tot verbinding. PvdA, VVD, heet het over een biertje, denk ik, et cetera. Iedereen roept op tot verbinding. En dan is het niet mogelijk om hier even voor een tweet excuses aan te bieden en daadwerkelijk die verbinding te leggen. Dan heb ik het idee dat uw ego echt in de weg staat van die verbinding. Hakken staan in het zand en dan gaan we dit ook steunen. Andere stemverklaringen. Meneer Van Asten. Dank u wel, voorzitter. VVD is van mening dat de uitspraken niet onacceptabel zijn en ook niet wethouder onwaardig. Maar zoals reeds gezegd, wel onhandig. Wij zullen daarom de motie niet steunen. Anderen? De leden die voor de motie zijn, willen die hun hand opsteken? De fractie van de LST, de SP, Groep Jansen en de Partij van de Arbeid. Daarmee is de motie verworpen. Aan de orde is de tweede motie, de motie van wantrouwen tegen wethouder Hendricks. Wie wil daar een stemverklaring over afgeven? Meneer Jansen, gaat uw gang. Ja, voorzitter, dit is wel moeilijk, want het is niet om te zeggen dat mevrouw Hendricks al haar werk niet goed doet, of et cetera, maar haar opstelling vanavond is voor mij echt onacceptabel als wethouder zijnde. Even graag aandacht ook achter in de zaal. En voor mij staat dat een paal boven water. Als ik morgen op mijn werk kom, iemand noemt een collega van mij een racist, dat ik weet dat het niet waar is, dan ga ik daarvoor staan. En daarvoor staan betekent op dit moment dat ik deze motie mee ga steunen. Anderen? Meneer Selik, gaat uw gang. Politiek gaat over mensen, maar ook de onderlinge verhouding. Ik hoop dat die onderlinge verhouding niet te ernstig verstoord raakt door wat er vanavond hier is gebeurd. Ik hoop het, zeg ik, omdat ik heb duidelijk gemaakt dat wij als Partij van de Arbeid de partij zijn van de verbinding. Dat hebben we zo ook gedaan een jaar geleden en dat zullen we vanavond ook doen. Dus ik kan de motie voor nu niet steunen, omdat ik als partij vind dat we echt de banden naar beide partijen open moeten houden, met elkaar in dialoog moeten om en met elkaar te bespreken wat er echt aan de hand is in deze stad en met de mensen in de stad. Anderen? Mevrouw Smit. Zoals ik al aan heb gegeven, wij staan echt voor de vrijheid van meningsuiting. En daarom staan wij ook achter de keuze van onze wethouder. En ik zou heel graag even de woorden van onze minister Kaag wilde herhalen. Stop met zwijgen. We zijn met velen. Anderen, stemverklaring. De leden die voor de motie zijn, willen die een hand opsteken. Dat is de fractie van de LST en Groep Jansen. Daarmee is de motie verworpen. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze raadsvergadering. Dan dank ik u voor de wijze waarop gepoogd is om ook met respect met elkaar te discussiëren. De vergadering is gesloten.